Er moet nu eindelijk erkenning komen voor het slavernijverleden. Ook het onrecht dat de mensen is aangedaan moet goed in kaart gebracht worden. Zo sprak VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin gisteren tijdens de afsluiting van de tweedaagse workshop Slavernijverleden. Deze workshop moest ook een beeld schetsen van de kracht van onze toekomst. Die kracht zal volgens de parlementariër zitten in hoe we met elkaar zullen samenwerken. En ik kan u zeggen, ik heb in andere hoedanigheid, zeker als voorzitter van de Culturele Unie op, laten we zeggen, cultureel vlak, een beetje veel met organisaties over geheel Suriname samengewerkt. En ook proberen samen te werken, laat me het ook direct benadrukken. Maar dat een van onze grote tekortkomingen is, en dan moeten we dat ook erkennen, dat we vaak niet in staat zijn om met elkaar op een goede wijze samen te werken. NDP-parlementariër Melvin Bova ziet de workshop als een kruispunt in de geschiedenis, waarbij de stappen erkend moeten worden die toen zijn gezet, maar er moet ook stil worden gestaan bij de stappen die nog gezet moeten worden. De workshop moet leiden naar een stappenplan die mensen in staat stelt de diepe wonden te dichten die slavernij heeft gecreëerd. Bova stelt zich op het standpunt dat de verontschuldiging van Nederland niet het eindpunt moet zijn. De Creoolse gemeenschap moet zelf werken naar verandering. Ook na die verontschuldiging, if uno ne do niks, gaat er niets veranderen. En dat is ook gebleken dat nu toe wat op tafel 200 miljoen voor 10 jaar, ik durf te zeggen, Nederlandse regering, hoor je 200 miljoen, besteed het aan wat daar nodig is, kom met Suriname serieuze dingen doen. Kom met ons zitten en op basis van gelijkwaardigheid werken aan dat feitelijk herstel. Want de schade is niet 200 miljoen waard. Ik hecht wel waarde aan die komma. En ik roep op dat wij met z'n allen hier begrepen dat UNUSA moest vul in Saekom Baga komma. En ik wil er ook aan toevoegen, voorzitter, beste mensen, dat die invulling naar de komma niet één moet zijn waar we gaan kijken wat er vanuit Nederland en van wat vanuit overseas komt. Maar wat doen wij zelf? Wat zijn de instituten, het geld, de middelen, de eenheid die wij zelf smeden? Op de tweede en laatste dag van deze workshop is er een stappenplan gepresenteerd met een vertrekpunt en waaraan gewerkt moet worden om eenwording onder de doelgroep te realiseren. Hiervoor waren er werkgroepen gevormd die elk hun bijdrage hebben geleverd aan het eindproduct.